Dit is Jeugdcentrum Cadans. Het is gelegen in het centrum van Aalter en vormt de hoeksteen van de lokale jeugdwerking. Het gebouw staat er sinds 21 september 1996. Elk jaar organiseert het jeugdcentrum dan de zomerfestival en dat is hier. Eenmaal in het gebouw vind je een bureau. Daar werken de afgevaardigde beheerder en de jeugdhuisondersteuner samen voor de Aalterse jeugd. En daar gaat heel wat papierwerk mee gepaard. Gelukkig kan er ook gelachen worden op deze muur. Wat kan er nog? Kopies maken en vergaderen. Dan nu naar het jeugdhuis. Hier komen jongeren samen om plezier te maken en iets te drinken, zoals bier, bier of bier. Er is ook muziek en voorzieningen om bier te drinken. Er is ook een extreem veilige kassa. Naar buiten gaan we door de schuifdeur, die steeds met respect behandeld wordt. Op naar de patio. Dit is de ruimte voor kleine vijven of optredens. Cadans voorziet graag podiums die ongeveer 10 miljoen kilo wegen. Links van de patio is lokaal park. Daar hangt kunst. Dit is het waskot waar alles veilig buiten komt dan het er binnen kwam. Even doorstappen naar het porselein en trots van Cadans. 3 volautomatische urinoirs, uitgerust met de laatste sifontechnologie. Ook deze parelwitte troon is mee met de laatste ecotrends. De damestoiletten hebben zelfs een krijtbord waar nooit schunnigheden verschijnen. Dan hebben we lokaal straat, dat vernoemd is naar de straat. Hier staan meubels, meubels en speelmeubels. De grote troef van dit lokaal zijn de vele meubels. Dan gaan we door naar de veilig afgesloten liftruimte, al waar ook iedereen steeds braaf is. Dit is de grote zaal. De troeven hier zijn de meubels en dit uitschuifbaar meubel. Daarbij horen de toiletten met optionele deuren. Op de tweede verdieping is de backstage, met wc's en optionele deuren en zelf een douche die blijkbaar werkt. Er is een keuken met alle nodige voorzieningen, maar natuurlijk is de echte troef van de backstage deze lepel van een meter. Ziezo, dit is Jeugdcentrum Cadans.